Balgzand in de Waddenzee is een van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland. Dat komt vooral door de rust die er heerst en de grote voedselrijkdom. In de wadbodem hier leven twee keer zoveel bodemdiertjes als elders. Het Balgzand strekt zich uit van Den Helder tot Wieringen en bestaat uit grote slikplaten, doorsneden met geulen en, tegen de dijk aan, enkele schorren of kwelders. Die schorren zijn van groot belang omdat die bij vloed meestal droog blijven. Bij laag water verspreiden duizenden vogels zich over de slikken om te eten. Ze prikken hun snavel in de wadbodem op zoek naar iets eetbaars. Elke soort heeft zo zijn voorkeur. In de wadbodem leven ontelbare slijkgarnaaltjes, schelpdiertjes en wormen. Bij vloed verdwijnen de slikplaten onder water en verhuizen de vogels in grote wolken naar de droogblijvende schorren. Daar wachten duizenden scholeksters, rosse grutto's, wulpen, bonte strandlopers, tureluurs en tientallen andere soorten tot het water weer gaat dalen. Die schorren zijn niet alleen van groot belang voor vogels bij hoogwater. Ze worden ook gebruikt als nestelplek. Dat kan alleen door de rust die hier heerst. Kluten, scholeksters, visdiefjes, kokmeeuwen, stormmeeuwen en zelfs lepelaars brengen hier hun jongen groot. De schorren zijn begroeid met riet, zeekraal, met lamsoor, lepelblad en vele andere planten die goed tegen zout kunnen. Voor veel trekvogels is de Waddenzee van levensbelang. Ze vliegen duizenden kilometers tussen hun broedgebieden in het hoge noorden en hun winterverblijf. De Waddenzee is een cruciaal tankstation. Ze vullen hier hun vetvoorraad aan om de winter door te komen of om verder te kunnen trekken. In juli komen bergeenden naar Balgzand om er te ruien. Ze wisselen hun vliegveren en kunnen dan niet vliegen. In die periode hebben ze absolute rust nodig. Na het broedseizoen verzamelen tot wel meer dan 1000 lepelaars op Balgzand voordat hun grote trek begint. Er zijn twee uitkijkpunten van waar je een schitterend uitzicht hebt over het Balgzand. Als je het gebied in wilt, ga dan mee met een van de vele excursies of bezoek een open dag.